Het is geen fijn gevoel. Maar toch lekker om even weg te zijn, dat weer wel. Als we de weersverwachtingen moeten geloven, hebben we een mooi weekend voor de boeg. En traditioneel is het zo dat op mooie lentedagen veel mensen de tuin in trekken om aan de slag te gaan. Bij dit tuincentrum in Pijnakker verwachten ze dit weekend extra drukte. Nou, een hele waslijst aan coronamaatregelen en adviezen voor de klanten. Die moeten ervoor zorgen dat het op een verantwoorde manier gaat. We hebben dranghekken bij de gemeente gesteld. Maximaal mogen er 300 mensen bij ons in de winkel. Dat doen we handmatig tellen. Mensen moeten hier zelf de karretjes schoonmaken, hè? Ja, dat klopt. En ja. Doet iedereen dat trouw? Ja, zeker. Ja. Mocht het dan te druk worden, dan sluiten we tijdelijk de winkel. Totdat het weer doorstroomt. We zetten extra cashiers in het weekend, zodat we een snelle doorstroom hebben bij de kassa. Doet u nog wel zelf ook de boodschapjes? Ja, ik doe gewoon zelf de boodschappen. Okay. Ja, dat is mijn enige uitje. En net zo goed als dit. Toch even gezellig een paar leuke plantjes kopen en alles weer lekker gezellig maken. Ja. En alle maatregelen, je kan hier prima die 1,5 meter afstand houden? Ja hoor, ik hou rekening. Ik kijk echt naar links en naar rechts. En dan kijk ik echt of ik kan lopen. En als iemand nog even aan het snuffelen is, dan wacht ik gewoon even. Ik ben alleen bewust op een rustig moment. Ja. En ook wel even over nagedacht, wel of niet gaan. Ja, ja. Maar toch wel de keuze gemaakt dus? Ja, maar wel met de wetenschap dat het hier breed is en dat je niet zo heel snel met mensen in aanraking komt. Het advies is vanuit de overheid is van ja, als het niet per se nodig is, blijf gewoon thuis. Is het dan wel verstandig om naar een tuincentrum te gaan? Wij zeggen ook, we houden alle richtlijnen aan van het RIVM. Wij denken wel dat het verstandig of dat het veilig is om bij ons te kunnen winkelen. Maar ik loop wel veel minder ontspannen dan dat ik normaal gesproken naar het tuincentrum ga. Ja, het zit toch in je achterhoofd. Een beetje opschieten. Ik ga inderdaad kijken waar ik voor kom en dan weer naar huis. Is dan ook het advies aan jullie klanten van gaan wel gericht op zoek naar datgene wat je nodig hebt? Ja, dat is ook wat op de posters en ook van Tuinbrands Nederland wordt geadviseerd. Het is geen fijn gevoel, maar toch lekker om even weg te zijn, dat weer wel.